Jan Zoutman. Het is de tweede derby dit seizoen. Bijzondere wedstrijd weer. Wat gaat het voor de wedstrijd worden, denk jij, vanmiddag? Ik verwacht eigenlijk toch wel een open wedstrijd. Want beide ploegen schieten niet zo heel veel op met een gelijk spelletje. Spakenburg houdt daar nog kans, maar IJsselmeer volgens niet. Dus beide ploegen zijn gebaat bij een overwinning. Dus of dat meteen vanaf de eerste minuut al zo zal zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat het een redelijk open wedstrijd wordt, waarin beide ploegen op de aanval zullen spelen en graag willen winnen. Nou wordt er door veel mensen gezegd van de druk ligt deze middag bij Spakenburg en minder bij IJsselmeervogels. Dus heeft IJsselmeervogels kansen? Wat vind jij van die mening? Nou goed, na GVVV waren wij natuurlijk al een soort dood en begraven. En zagen we ook zelf weinig kansen meer om nog om de eerste plek te spelen. Maar door de uitslagen van vorige week kan het toch nog heel interessant worden. Weliswaar heb je het bij lange na niet in eigen hand. Maar als je vanmiddag wint, ja, dan doe je toch wel weer een stap de goede richting op. Natuurlijk, Spakenburg staat er beter voor. Hè, dus die hebben meer te verliezen op dit moment. Maar bij die derbies, eigenlijk doet het er ook helemaal niet toe wat de stand op de ranglijst is. Je wil allebei winnen. En je wil allebei zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus ik geloof niet zo in meer druk bij Spakenburg dan bij IJsselmeervogels. Nou heb je wat andere opstellingen. Ferdinand Katipana gaat wat meer naar achteren toe. En Wouter van Hoofd die speelt in de basis dit keer. Is dat om bijvoorbeeld een vleugelspits als Goury op te vangen? Nou, nee, niet zozeer. We willen met vier verdedigers spelen. En dan kijk je naar de prestaties van de spelers. Vorige week was door Katipana geschorst. Maar nu is hij weer beschikbaar. En we hebben eigenlijk de keuze op die positie gemaakt tussen Bart en Katipana. En omdat hun rechtsbuiten eigenlijk een beetje hangend aan de buitenkant speelt, hebben we gekozen voor Katipana. Die is ietsje beter in het doordekken, kan ook net iets beter meevoetballen. Verdedigend vind ik dat Bart het goed doet. Maar ook dat kan Katipana, want hij heeft natuurlijk ook vrij lang linksback gespeeld bij IJsselmeervogels. En nou ja, de keus gaat dan om dat soort kleine dingetjes. Jan Zoutman, veel succes. Dankjewel.
Michael de Harder, je verliest met 2-1 van Spakenburg. Hoe zuur is dit en waarom? Ja, het is heel erg zuur. En waarom? Omdat je gewoon beter voetbalt en ja, je geeft 2 corners weg en daarom is het extra zuur. Je scoort wel een fantastische 1-1. Mooi op aangeven van Geoffrey Verwij. Mooi doelpunt. Ja, inderdaad. Dat was gewoon een goed voetballende goal. Die hebben hun niet gemaakt, maar dat was gewoon een goede actie. Geoffrey zag maar vrij staan. Ja, ik denk, ik moet verre hoe schieten. Ja, hij ging heel langzaam erin. Het was gewoon een goede goal. Ik denk, ja, we gaan er overheen. Want ze gingen 1-1 spelen, maar ja, dan valt het 2-1. En dan is het nog pompen of zuipen, maar dan is het al te laat. Die 2-1 is eigenlijk een ijsje meer voor onszelf te wijten, alle tweede tegendoelpunten. Niet doortastend optreden bij 2 historische spelmomenten. Nou, je moet gewoon met je man meelopen. Ja, die eerste die, ja, was in de 5 meter, ja, Strien, die werd ook wel gedeeld, vond ik. Maar ja, hij kan hem ook wel makkelijk inschieten. En ja, de tweede was gewoon een rommelgoal. Ja. Dus daar kan je ook wel van hier en daar wat zeggen, maar daar heb je niks aan. Wat gebeurde er bij de gele kaart die je kreeg? Ja, de gele kaart, ja, ik was te laat en ik duwde hem, was gewoon geel. Maar ja, dan kwam die Rikke van den Berg weer met al mijn scheldwoorden van over ziektes en zo. En hij weet donders goed dat mijn moeder ook een ziekte heeft. Ja, en dat vind ik niet normaal en daarom krijgt hij ook geel. Oké, Michael, dankjewel. Lekker potje bier straks en dat komt wel weer goed. Ja, we zullen wel zien. Het is nu over en uit, maar we gaan lekker een biertje nemen en daar gaan we nog een mooi seizoen van maken. Dankjewel, Michael. Ja, alsjeblieft, hè. Arnold van Toor, we staan op het veld van Spakenburg. Je verliest met 2-1. Welke emotie overheerst er nu bij jou? Ja, eigenlijk dat wij te weinig hebben gekregen. Maar goed, dat is misschien een beetje tekenend voor het hele seizoen ook. Ik denk dat we voetballend gewoon de betere ploeg waren. En ja, na die 1-0 die eigenlijk uit de lucht komt vallen, ja, pakken we het op zich goed op. Beginnen we te voetballen en ja, het resulteerde nog niet echt in heel veel kansen. Ja, de tweede helft beginnen we fantastisch natuurlijk met gelijk die 1-1. En ja, dan heb je het idee, er zit gewoon meer in. En ja, we bleven ook voetballen. Altijd zoeken naar de voetballende oplossing. En van daaruit kregen we nog wel wat kansjes om die 2-1 te maken. Maar ja, weer uit de standaard situatie kom je 2-1 achter. En ja, daarna hebben we het nog geprobeerd, maar zat het geluk niet mee, helaas. Je zegt IJsselmeer volgens de voetballende ploeg vanmiddag. Tot de 16, maar in de 16 niet echt gevaarlijk. Nee. En ja, je ziet het in Spakenburg. Die zijn eigenlijk niet gevaarlijk geweest, maar wel effectief. En dat is iets wat wij onszelf misschien kunnen verwijten, dat we inderdaad in de 16 niet dodelijk genoeg zijn. Is dat misschien ook dan de klasse van de verdediging van Spakenburg geweest vanmiddag? Ja, nou ja, ik denk het wel, ja. En misschien ook wel bij hun het hele seizoen. Ze laten gewoon weinig liggen. En in beide derbies heb ik het idee gehad dat wij er misschien meer uit konden halen. Maar nou, helaas is dat niet gebeurd. Denk je dat Spakenburg kampioenskandidaat nummer 1 is? Ze staan nu weer stevig aan de kop, hè? Worden zij kampioen? Of zijn zij echt de kampioenskandidaat, laat ik het zo zeggen? Ja, er zijn nog 3 ploegen die meedoen. Misschien daarachter nog eentje. Maar ja, de ploeg die nu het coolst blijft, die zal kampioen worden. En als Spakenburg zorgt dat ze zelf blijven winnen, dan is de kans groot dat ze kampioen worden. Maar wij gaan het jammer genoeg niet worden. Wat betekent dit voor de rest van het seizoen? Voor IJsselmeer volgens gewoon lekker ballen iedere week en proberen te winnen? Nou ja, tuurlijk. Uiteindelijk zijn we dat aan onszelf verplicht. Gewoon winnen en proberen nog zo mogelijk te eindigen. En alvast vooruitkijken naar het volgende seizoen? Ja, nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dankjewel, Arnoud. Ja, graag gedaan.